Balanceren en vallen, dat is eigenlijk de core business van bewegen. Als je dat niet kan, dan kun je eigenlijk ook niet over sporten nadenken. Nee, dan, dan, dan zou je goed wegkomen op de maan of op een andere plek. Maar daar waar de zwaartekracht heerst, ja, daar hebben wij toch echt te maken met balans. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over Beter balanceren bij de ASM Masters of Movement. Hilbert van der Duim, die dankzij een vogelpoepje een schuiver over het ijs maakt. De halve Jumbo Visma ploeg die door een lek kinderzwembadje ten val komt. Femke Bol die net voor de finishlijn struikelt. Een goede balans is essentieel tijdens het bewegen. Maar hoe train je dit? En hoe zorgen we dat innovatieve ideeën de sport ook echt hierbij helpen? We staken ons licht op bij de afgelopen Masters of Movement bijeenkomst van het ASM. Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgevers hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jugge, hey goedemorgen. Goedemorgen. Aflevering 197. Aha. Het aftellen richting de 200ste wordt nu wel heel overzichtelijk. Ja, ik, hè? Misschien gaan we het halen. Ik. Nou, ik denk zeker dat we het gaan halen. En het is nog eigenlijk maar twee weken. Want we nemen het natuurlijk een weekje eerder ja. op dan dat hij uitkomt. Zaterdag 19 oktober. De zaal is inmiddels lekker gevuld. Leuk. Leuke groep met gasten. Leuke groep met luisteraars. Leuke groep met voormalig special guests. Kijk en uit. Vrienden, familie. Ja. Kortom, uh, wordt het topdag. Live muziek hebben we erbij. Ja. Hier is Penning komt optreden. Als je die nog niet in je Spotify-lijst hebt staan, uh, zoek hem maar eens op. Kortom, uh, een hele mooie dag. Maar voordat het zover is, moeten we even ons nog rustig tot het mm. einde balanceren. lukt wel, lukt wel. <laughs> Hoe is het met de balans? Ja, nee, heel goed. Ik heb hem nog even getraind hè? afgelopen keer bij de ASM Master of Movement bijeenkomst. Ja, ja. ja. het is weer tijd voor een terugblik-aflevering van zo'n bijeenkomst. En ik dacht veel nieuwe luisteraars dit seizoen weer. Laten we voordat we gaan luisteren naar echt goede tips voor wielrenners. Voor hardlopers zitten er allebei echt in. En natuurlijk een, een gloedvol, passievol verhaal van Gregory Sedok. Like. De aanvoerder van die avond. Uh, die fragmenten ga je zo allemaal horen. Laten we even bij het begin beginnen. ASM. Athletic Skills Model. Ja. Is een model ontwikkeld door Geert Savelsberg. Hoogleraar in Amsterdam. En René Wormhout. Ja. Fysiotherapeut van origine. Maar ook al jarenlang kracht- en conditietrainer. Bij het Nederlands elftal. Mm -hmm. Zij met z'n tweeën dachten... Hey, ik zie wel allerlei, in dit geval veel voetballers, die kunnen aardig voetballen, maar die bewegen eigenlijk ja. heel aanmoedig. Klopt. Kunnen we niet in een combinatie van wetenschap en praktijk een model maken om uh, beweegkwaliteit te meten ja. en daarmee ook te verbeteren? Dat is wat Athletic Skills Model is. Daar hebben zij ASM. Dat is een die trainen mensen en dan hebben ze ook bijeenkomsten massive movement. Jurgen, wie, wie komen daar? Wie, wie zijn er dat onderdeel zijn... van die ASM nou, community? Oh, ja, hebben, dat waren oorspronkelijk. Nou ja. Uh... Sowieso gymdocenten veelal, coaches, trainers, maar kunnen ook fysiotherapeuten zijn. Mensen die met revalidatie bezig zijn. Eigenlijk iedereen die bezig is met de bewegende mens. Nou ja, dat is denk ik uh, bij iedereen eigenlijk is welkom. Uh, van tevoren hadden ze uh, of tot dit jaar iets van nou je moet wel eerst even de basiscursus ooit gevolgd hebben. Want... Ja, want die bieden zij aan. Een ja, ASM opleiding, word je ASM instructeur. Ja. En uh, ja, dat is eigenlijk dus denk ik uh, een leidraad vanuit al die theoretische inzichten die er zijn uit de wetenschap, voor zover ze bekend zijn, voor inderdaad de mensen die ik noemde, om uh, ja, wat is nou uh, richting goed en gezond bewegen en is uh, ja... En leren bewegen, toch? En leren het gaat ook bewegen, heel ja. erg over hoe leer je beter ontwikkeling, bewegen? Motorische ontwikkeling, nou, en eigenlijk de basis zit hem toch wel in het aanbieden van variatie, is voor hun heel belangrijk. En, uh, en een breed motorische ontwikkeling maakt een betere beweger. Dat is uh, ja, in ieder geval in Dat is een tegenstelling die, die we al heel vaak ja. hebben gehoord. Ook in onze afleveringen over Mass of Movement bijeenkomsten. Die, dat, dat rare, bijna onnatuurlijke idee dat als jij je als je traint in veel verschillende vormen van bewegen, word je uiteindelijk ook beter in de specifieke ja. sport die ja. jij wilt doen. Ja. Je wordt een betere voetballer. Van af en toe dansen. Ja, alleen <laughs> daar willen natuurlijk nog heel veel mensen, uh, vooral dit traditioneel gescholden niet aan. Nee. Want die denken: hoezo? Ik snap dat niet. En, en daarbij zit, denk ik, ook wel altijd de spanningsveld tussen. Ja, is daar wel tijd voor? Van, uh, we hebben ja, maar zoveel tijd, tijd om te trainen. Geven. Ja, kan je niet? Dan, dan moet je zoveel mogelijk voetballen en dan ga je niet dansen. Nou ja, ze proberen daar toch een beetje, denk ik, een ander licht op te schijnen uh, en onder andere door deze extra ja diepgang aan te bieden voor de mensen in die masters of movement bijeenkomst op vrijdagmiddag zijn die in Amsterdam ja en nou we hebben er een stuk of acht ja uh, iedere keer een of ander onderwerp inmiddels. centraal we ja. hebben het over het brein gehad over dansen gehad over kijken gehad we hebben Tot. het over uh, blessurepreventie ja. gehad en deze ging over balanceren een belangrijk ja. onderdeel natuurlijk van bewegen ja zeker absoluut wat ik altijd doe aan het begin van zo'n aflevering, dan ga ik of naar Geert of René. In dit geval is het René Wormhout, uh, een van de oprichters. En dan vraag ik, joh, uh, waarom zet je vanavond dit onderwerp op het programma? En ik, uh, de avond wordt geleid door Gregory Sedok, uh, de bekende Olympia natuurlijk, de hordenloper, de NOS-analyst. Uh, Passievol en die, die treedt daarop als presentator, dagvoorzitter. En het leukste is ook altijd aan, om aan hem even te vragen: wat neem jij nou mee uit deze avond? Die twee fragmenten trappen we mee af. Nou, wat ik zeker voor mezelf meeneem en wat ik dus ook hoop voor de deelnemers, is doen. Innovatie is pas een innovatie als mensen het ook gaan gebruiken of als het wordt gebruikt. Dat is echt iets wat me is bijgebleven. Zelf ben ik innovatieadviseur en, uh, en houd ik me bezig met dagelijkse technische, maar ook sociale innovaties. En, uh, en dat zijn wel belangrijke dingen uh, uh, die je moet meenemen. Doen. Vaak blijft het bij een plan en een idee. En dan hebben we, ik heb een fantastische innovatie. En nu zou mijn vraag zijn: zijn er al gebruikers of wordt het al toegepast? Nee, dat is niet zo. Dan moet je je afvragen of dat daadwerkelijk een innovatie is. Ja, mooi hè. Dit is een haakje op een van de twee hoofdgasten ja. van de avond. De gast waren Jos de Koning, wetenschapper. Beweging sportwetenschappen. Mm -hmm. Jurgen, jij als man in de sportwetenschap. Ja. Wie is Jos de Koning? <laughs> Dan denk je meteen klapschaats. <laughs> ja. <laughs> hij is. Uh, hij stond aan de wieg van de klapschaats. die nu niet meer weg te denken is, denk ik. voor. Uh, in de topschaatsen. Um, en dat. ja, hij, hij gaf natuurlijk. Uh, hij heeft destijds. was hij leerling. misschien, ik denk promovendus. bij. Uh, uh, Gertjan van Ingen Schenau. Dat is eigenlijk. de grondlegger geweest. Uh, nou, en samen hebben zij de ontwikkeling eigenlijk al in de jaren tachtig eerst vanaf papier bedacht. En door videobeelden te kijken van hoe wordt nu geschaatst? Wat ontbreekt. Nou, dat zat hem dan in die, die enkelstrekking. Uh, nou, een betere beweger en een betere schaatser zijn en als je die enkel wel kan meenemen. Nou, de, hoe? dan hebben we iets nieuws nodig. Dat werd die klapschaats. Ja, en eigenlijk is dat uh, heel bijzonder. Daar, daar refereert Gregory naar. Van. Ja, uh, om uiteindelijk die innovatie zover te krijgen dat die gebruikt werd. Er waren zoveel hobbels te nemen uh, bij de schaatsers zelf, die het dameschaatsen vonden, vooral de, de mannen destijds, de jury. Die leden natuurlijk, de mensen van ISU, die er een zegje over moesten doen en bang waren: van ja, maar dit verandert het schaatsen. En zij zelf ook nog als wetenschappers, dat zij eerst iets hadden van... ja, kijk, op papier moet het op deze manier werken. En uiteindelijk pas echt uh, 15, 20 jaar later erachter kwamen... dat het anders werkte. Het werkte wel, maar niet volgens uh, Hoe de manier waarop ze op dat gedacht dat hadden. Ja, ja, dat en dat klopt. is wel, denk ik, een, 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 ja, een mooie insteek waar Gregory ook naar refereert. Ja, het kan allemaal leuk en aardig klinken. Maar uiteindelijk, ja, de, ja je moet ook... dat, dat Nam ik ook mee al mee. Een beetje geluk hebben, gewoon. Ja, precies. Geluk. De juiste timing. En Jos, en, uh... die horen we zo. Ja. Over, uh, de, maar die trapte de avond af met inderdaad: het verschil tussen een uitvinding en een innovatie is ja. of er, gebruik, gemaakt van woor, er woor, gebruik van wordt gemaakt. En dat is natuurlijk zijn frustratie dat zij al 15 jaar die klapgaas ja. Ja. op de plank hadden liggen ja. voordat hij het schaatsen inkwam. Ja. Daar horen we zo meer over. Maar we gaan eerst even uh, naar het onderwerp balans. Ik zei het al, René Wormhout, een van de oprichters. René, waarom hebben we het vanavond over balans? Balans is uh, een van de combinaties van grondvormen voor het ASM. Een, een van de schijf om het zo te zeggen. En het is gekoppeld aan vallen. En balanceren en vallen zijn beide belangrijk om goed te kunnen bewegen, omdat. De aansturing voor het ASM, de coördinatie is zo belangrijk. En balans doet uh, impliciet een beroep op bijna al die zeven cognitieve elementen. Dus het aanpassingsvermogen, uh, de manier waarop je koppelingsvermogen, je handen ergens plaatsen om in balans te blijven. Uh, het ritme vinden om in balans te blijven. Dus uh, balanceren en vallen, dat is eigenlijk de core business van bewegen. Ja, als je dat niet kan, dan kun je eigenlijk ook niet over sporten nadenken. Nee, dan, dan, dan zou je goed wegkomen op de maan of op een andere plek. Maar daar waar de zwaartekracht heerst, ja, daar hebben wij toch echt te maken met balans. Ja, grappig hè. En ja. daarom staat het ook uiteindelijk zo dicht bij onze geliefde onderwerpen: hardlopen, wielrennen, triathlonnen. Ik bedoel, uh, uh, als je niet op je fiets blijft zitten, als je niet op je benen blijft staan, dan herhaal uh, je de finish nooit natuurlijk. Ja, we kennen het allemaal. En dan ben jij nog niet eens een schaatser, denk ik. Maar dan hey, ik ben geen schaatser, cremen. maar dan speelt ja. het nog meer. Ja. En ik ja. moet, waar is mijn hout? Ik moet afkloppen. Ik ben wel een aantal keer gevallen, zeker in het begin met een mountainbike. Hmm. Maar ik ben gelukkig in een triathlon of ook op de wielrenfiets ja. nog niet echt. Ja, trouwens een paar keer. Maar niet, niet met erg. Maar, ja, ja. Nou ja. In Horen natuurlijk nog. In de hekken. Ja, dat ja. is ook zo. Jij bent nog een jonge kerel natuurlijk. Dat ging hè? wel over ja. balans trouwens. Hè? Dat geintje in Horen. Heb ik later nog verteld. Ja. Dat ik natuurlijk links, hè? Dat, ik, dat ik in een gekke balanspositie stond. En toen in mijn remmen kneep. Ja, dan wordt die hele dynamiek van die, ander, ja. van die fiets anders. Nou ja. De vraag is dus. Hoe en waarom kun je en zou je balans dan moeten trainen? Nou, dat vroeg ik ook eens even aan René. Nou, dat zou fantastisch zijn, alleen dat lijkt me helemaal niet leuk om te doen. Wat wel leuk is om te doen, en dat is ook uh, aangetoond effectief, is bijvoorbeeld zes weken uh, uh, leuk dansen. Waardoor je balans verbetert. Uh, en dan kan je, je natuurlijk voorstellen, en dat is waarvan ik weet niet onderzocht, maar als je zes weken lang Carpoera doet, of zes weken lang gaat basketballen, of zes weken lang gaat pedellen, dat dat natuurlijk ook heel veel met je balans doet. Omdat balans is nooit een geïsoleerd element. Het is altijd gekoppeld aan wat je ziet, wat je ervaart, wat je, wat je voelt. Uh, en die koppeling, die complexe koppeling die zit altijd vast aan balanceren in of uit je steunvlak. Ja, voor de rest hebben wij voor het ASM echt gedacht aan... hoe, hoe kan je dan vanuit het ASM balanceren... op een zo'n veelzijdige uh, mogelijk manier doen. Ja, dan, dan zeggen we, ja, dat kan rollend, uh, het kan glijdend, uh, het kan... Klimmend, het kan draaiend en uh, het kan zwevend. Hè? Het rennen uh, gebeurt voor een heel groot gedeelte in de lucht. En daar moet je ook in balans zijn, want anders ren je gewoon niet efficiënt. Hetzelfde geldt voor springen en landen. Op het moment dat je land is het vaak gecontroleerd op het moment dat het niet meer gecontroleerd is dan val je en dan ben je uit balans. Dus die dingen zitten ontzettend dicht bij elkaar en met name de rolbalans en de glijbalans die hebben vandaag wel veel aandacht gekregen. Want ja, wielrennen is natuurlijk rolbalans, daar hebben we het heel erg over gehad. Ook met name hoe belangrijk het is om die algemene coördinatie te ontwikkelen om die specifieke uh, complexe vaardigheden in het fietsen dan beter te kunnen. Datzelfde geldt voor schaatsen, het glijden. Hoe uh, kan je nog beter zeg maar, worden in glijden en in balans? Ja, door je techniek te verbeteren, maar ook wellicht door te gaan denken over uh, short track en, en, en over skilleren. Ik sprak van de week uh, Ronald Mulder. En uh, die heeft jarenlang moeten vechten om, om skilleren naast het, het uh, lange baanschaatsen te kunnen. In beide uh, uh, was hij extreem goed. Hetzelfde geldt voor zijn broer. Maar. Uh, de gedachte was dat het elkaar negatief zou beïnvloeden. Ja, en natuurlijk sta je met je wieltjes uh, op uh, de grond... en met je schaats in het ijs. Maar het conceptuele overdragelijke, wat, uh, wat Ronald vertelde... ja, dat, dat, is, dat is schaatsen. En daar heeft hij gewoon ook heel veel aan gehad, zegt hij zelf. Ja. Uh, en gisteren sprak ik met uh, Bob de Jong uh, in Leeuwarden. Ja, die had talloze voorbeelden over hoe dit werkt. Hij had een prachtig conceptueel uh, voorbeeld in mijn ogen qua transfer. Want hij zei op het moment ik hield van skiën en op het moment dat ik veel ging skiën, voelde ik ook die druk. En toen zei iemand ga eens op die karfskies staan. Toen voelde hij extra druk. Een soort, soort tegen druk in die karfskies. En toen dacht hij bij zichzelf, zei hij, dit moet ik ook op het schaatsen kunnen voelen. En vervolgens is hij dat op het ijs gaan opzoeken en zegt hij dat hij heeft me enorm geholpen. Ja, ja vet hè? Ja, zeker. Ja, René, die, die, die was on fire deze avond. En uh, die brengt het mooi bij elkaar. Ben jij skier trouwens? Skieren, ja zeker. Ja, ken ja. je dat gevoel inderdaad? Ja, karf, Als je die skis uh, ja. met die kanten in de Klopt sneeuw het. doet, dat je dan zoef. Ja. Ja, en ik ben ook een schaatser, dus of, was een schaatser. Ik wacht nog steeds op natuurreis, dat wordt steeds moeilijker. Maar het is wel dus duidelijk, de naam Bob de Jong, daar ben ik wel even ben ik anders naar gaan kijken omdat hij ook in het verhaal van Jos de Koning naar voren kwam. Dus dat is een enorme vernieuwer geweest. Eentje die wel continu... Ja, die wel, eh, alsof er mensen zijn die dat niet doen. Dat, 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 dat ga ik hier niet zeggen. Maar een schaatser die continu bezig was. Ja, zijn er eh, trainingsvormen of eh, verbeterpunten? Hoe kan ik mij ontwikkelen? En dat... Eh, zo, zo, ja, misschien zonder Bob de Jong was die hele klapschaatser ook niet geweest. Want eh, dat was het verhaal hè, wat, wat, wat Jos vertelde. Bob de Jong... Was ergens een wedstrijd, volgens mij in, uh, in Duitsland. En uh, ja, hij dacht van oké, okay, ik wil wel even op die schaatsen, uh, die klapschaatsen, even proberen. Uh, en toen kwam hij uh, terug. Zei oh, uh, best wel lekker. Maar uh, ja, ik uh, moet nu uh, naar, mijn, naar mijn wedstrijd toe. En, en toen kwam hij erachter. Ja, shit. Ik heb nog een paar minuten voor de start. Precies. Nou, hij uh, werd opeens opgeroepen ja, voor de start. En ik ja. kan mijn schaatsen niet meer wisselen. Nou ja, laat ik er dan maar op gaan rijden. En ja, hij ging gewoon lekker. Hij ging hard. En hij dacht: van ja, dit, uh, ik, ik wil hier niet meer vanaf. Deze ga ik gebruiken. En dat was eigenlijk ook wel de input. die. En hij won toch ook al meteen? Ja, ja, de, ja he, die, want dat is het. De input die de wetenschappers nodig hadden. Van, ja, zie je wel. Deze schaats werkt echt. Want tot die tijd moesten ze doen met, met junioren. Oké, okay, dan denken ze ja. Want daar zat gewoon het hele probleem. Dat dus ze zei: ja, maar die, hoe kan je nou met, met dat ene scharnier? Dat is uh, veel te breekbaar allemaal. En uh, ja, de, kijk, bij ons mannen uh, schaatsers, wij hebben uh, veel, veel grotere krachten op het ijs. En noem maar op. Ja. En dat was uiteindelijk zo erg, vertelde Joost ook nog van dat ze als ze die schaatsen naar hun gebracht werden van je, willen jullie proberen. Dat ze iets hadden, nou, dan gaan we echt niet doen. Maar uh, nou, sterker nog, wat... die kwamen na twee dagen kapot ja. terug, toch? He? Allemaal kapot, allemaal kapot. Moedwillig dat ze zelf iets hadden. We gaan ze zelf, zelf wel een beetje verbuigen en zo. Dat ze ook maar zien, die wetenschappers, van, dat ze niet uh, sterk genoeg zijn. Ja, ja dan. Uh, nou dat... ja, en je stapt nu eens lampen, Want bij de dames werkte het ja. wel, bij de junioren werkte het wel. Dus toen vroeg nog iemand bij de ASM-bijeenkomst: ja, maar waarom gingen ze dan bij die mannen kapot? Ja. En daar kwam dus achter, die deden dat ja, bewust. Precies. Die stonden dat... gewoon in de kleedkamer die schaatsen <laughs> ja. te slopen, ja. omdat ze er niet op wilden. Wilde wilden dat niet, nee, klopt. Nou, ja, ja. Ja, heel bijzonder verhaal. Nou ja, ja, Jos de Koning, daar komen we dan uit. Het verhaal van de klapschaats ook een beetje verteld. We uh, besteden die veel uh, tijd aan op de avond. Maar uiteindelijk ging het hem natuurlijk ook deels over... Er leven allerlei innovatieve ideeën. Over, zoals bij ASM, over beter bewegen. Zoals bij het schaatsen over de klapschaats. En hoe kunnen we nou die kloof tussen wetenschap en praktijk beter dichten? Dus mijn eerste vraag ook was aan hem... Je hebt hier 15 jaar over gedaan. Je hebt hier 15 jaar over de, of nog langer nu ja. kunnen nadenken. Wat, wat, we hier nou van moeten leren. Dus dat vroeg ik maar. Wat moeten collega-wetenschappers leren om die wetenschappelijke inzichten sneller tot innovatie te brengen? Luisteren. Luisteren. <laughs> Hoe ziet dat eruit? Ja, gewoon. Uh... In Gesprek gaan en altijd je oren open houden naar, naar de baan, naar het veld, naar ja. De... En uh, je moet je moet gevoelig zijn voor vragen. Een, een, een wetenschapper kan niet zonder een vraag Mooi. Hè, de, de wetenschappers en de wetenschap zijn vraagoplossers. En hoe, hoe doe je dat zelf? Doe je dat? Heet het in dagen nog steeds? Ja, en wat nou, doe je dan? Schetses, hoeveel tijd in de agenda breng je daar door? Nou, dat, dat, dat is moeilijk te zeggen, want je hebt wel eens gewoon een periodes dat je helemaal niet spreekt met mensen in de praktijk, hè? maar. Wat je gewoon altijd doet als ik met mensen uit de praktijk praat, dan probeer ik altijd een echt, ges een echt gesprek te hebben. Dus dat je naar dingen vraagt en, en ho hoopt te horen wat de, ja, het maar, de onzekerheden zijn. Ja. Ik, ik noem het altijd zo: een, een, iedere coach heeft onzekerheden. En dus ik zeg altijd: je hebt een mandje onzekerheden. En van dat mandje onzekerheden, stel dat er vijf in zitten. Dan kan je als wetenschapper zo'n onzekerheid in je handen nemen en zeggen van hé, hey, hoe zit dat? Kunnen we niet een wetenschappelijk experiment doen? Of kunnen we niet de literatuur bekijken om die onzekerheid, geen onzekerheid meer te maken, maar een zekerheidje? Mooi. Ga op en dan zoek dan zit er naar het. Ja. ja, en dan zit er één onzekerheid minder in. Maar ja, vaak als wetenschapper gooi je er dan wel vaak weer een paar andere onzekerheden bij. Dus een goede coach houdt altijd zijn onzekerheden. Maar als wetenschapper kan je helpen om die onzekerheden zeg maar, handen en voeten te geven. Mooi, mooi. Ga ik naar die andere kant van die vergelijking. Dan komt die wetenschapper bij die baan of op het veld of in de zaal. En dan staat daar zo'n coach of een trainer en die is wantrouwend en die schuwt innovatie. Wat is je oproep aan, aan, aan het werkveld? Nou, u moet niet bang zijn. Dat ja, is makkelijk We, gezegd, ja. want dat ja. zijn ze wel. Want zo doen wij dat hier nooit, meneer de wetenschapper, wat u nu zegt. Ja, maar toch, daar moet je overheen stappen en gewoon met elkaar gaan, gaan praten. Dat ja. is het allerbelangrijkste. Dat je van elkaar weet wat, je, wat de drijfveren zijn, waar je mee bezig houdt. Uh, wat is op dit moment jouw ding? Waar je, iedere coach en iedere sport heeft iets wat achter in zijn hoofd maalt. Ja. En, en dat malen, daar kan je bij helpen. Ja, hij laat het zo simpel klinken, omdat hij het natuurlijk al jaren doet. Ik zit wel uh, terwijl ik naar hem luister te denken. Er is natuurlijk uh, inmiddels een grote groep uh, wetenschappers en professionals in de sport. die ook luistert naar deze podcast. Nou, dan is de eerste ja. stap luisteren al uh, gecheckt. <laughs> ik was uh, oh ja, bij het finale weekend in Roemont. met natuurlijk alle teamcompetitie, teams Triathlon bij elkaar. Ik kwam er ook een jongen naar hem toe. Zei, ja, ik luister altijd naar jullie voor mijn werk. Ik zo, wat doe je dan voor ja. werk? Ja, die is wetenschapper bij een grote professionele wielenploeg. Ah, ja, daar worden ja. we blijkbaar ook ja. uh, geconsumeerd. Dus dat ja. is natuurlijk wel leuk. Um, ja, het klinkt zo simpel, moeilijk in de praktijk. Maar ja, we kunnen het maar blijven herhalen. Hè. Wetenschap, kom je universiteit uit. Ga naar de baan, veld en, uh, en zaal. Ja. En andersom, lieve sporters, wees een beetje als Bob de Jong. Wees nieuwsgierig. Ja. En probeer zoveel mogelijk uit. Ja, ja. Ja. Vanwege dat mandje met onzekerheden. Terwijl misschien een gemiddelde coach zal zeggen: Ik heb geen onzekerheid. Of zo. Nee, <laughs> doen ze, doen ze naar wij, de buitenwereld, natuurlijk. Ja, wij winnen. Of wij naar winnen, de atleten dus inderdaad. Want ja. die wil niet weten van: oh, De coach heeft ook onzekerheden. Dat, uh, misschien ja, speelt dat da daar ook nog doorheen. Ja, ja. maar. Uh, ja, dat is, uh... We gaan zo ook luisteren naar uh, Martin Truijns. die is uh, uh, talentcoach in, uh, in het Cycle Class, het juniorenprogramma onder andere van de KWU en Jumbo-Visma, ja. NRC en de Cycling Class NL heet. Ja, het, uh, precies. Ja. Maar voordat we naar die wielrenntips gaan, bleef ik nog heel even bij Jos. Want Jos liet ook een mooi voorbeeld zien en daarmee kwam het thema van mm. de avond wel weer terug. Je zei het al, ASM wordt veel gebruikt voor uh, bewegend uh, op, ja, op onderwijsinstellingen. In de sport, maar dus ook in de revalidatie. En de oudere zorg is een steeds belangrijker thema. En uh, ja, als je nou over balans en vallen hebt, dan is natuurlijk dat domein is dat een behoorlijk relevant onderwerp. Hij uh, vertelde over een mooie nieuwe studie en dat heb ik hem nog eens laten samenvatten. Nou, bij die valpreventie en sowieso het vallen, dat is een gegeven dat er veel mensen vallen. En uh, ja, wat je er eigenlijk wil, is je wil eerst, eerst boven water halen van waarom zijn er zoveel valpartijen. He, en uh, waarom gaan oudere mensen vallen? Dus waar komt die instabiliteit vandaan? En het tweede ding is, als je weet waar het van komt, kan je niet iets bedenken waardoor ze beter getraind raken? En dan moet je interventies gaan doen. Ja. En dan, dan, dan kan je op dingen komen zoals die, 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 die schoen. Die ja, vertel eens balance... iets over die schoen? Nou, dus, die schoen die is uh, bedacht door uh, Mora van Leeuwen. En daar zit een, uh, een randje onder, waardoor die schoen eigenlijk in zijwaartse richting een beetje instabiel wordt. Ja. En door die instabiliteit ga je iets preciezer lopen. En dat leer je jezelf. En als je dan die schoen uittrekt en je doet je eigen schoenen weer aan... dan hou je dat je beter in balans preciezer loopt... Het beklijft. Het beklijft. Weet je wel hoe lang? Is dat nou, één te doen en uh, nee. Nee, nee, ze hebben te vers. ze hebben, ze hebben een aantal weken getraind en dan uh, weer de gewone schoenen aan en een aantal weken daarna weer gemeten en daar zie je nog steeds effect. Mooi. Dus, dus zulke dingen zijn trainbaar. Ja. Dus uh, ja, ik zou haar zeggen, uh, ik moet het maar ze aan mijn moeder geven, zulke schoenen. <laughs> Precies, mooie tip. Ja. ja, maar het is eigenlijk, als ik het nu nog een keer naar hem luister en visualiseer, het is eigenlijk een soort hele dunne Friese doorloper. Hè? Mm -hmm. Je zet als het ware een klein dun randje onder je schoen, waardoor ja. de zijkanten in, in, van, in de komen. van de midden van de zool eigenlijk. Ja, of, en dan van ben je van je dus, de onderkant. Ja. ja, ben je eigenlijk de hele tijd aan het balanceren. Ja. We hebben ze nog niet zelf kunnen proberen. Nee. Maar ik zat wel te denken, ja, dit is natuurlijk eigenlijk wat je mensen of ouderen ook wel zegt. Van ja, blijf trainen. Hè? Blijf dus, ga naar het bos. Blijf je uitdagen. En, uh, struik, nou ja, ga over een boomwortel heen. Of stap op een, 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 een dennenappel of weet ik veel. Maar ja, dan gaan die ouderen natuurlijk zeggen, ja, hmm, dan kan het ook misgaan. Dat is natuurlijk, uh, en dit is een heel gecontroleerde manier eigenlijk. Er Kan niks misgaan, want dat randje is... Het is uh, Vrij, nog een centimeter, uh, ja, centimeter laag of nog. zo. Hè? Ja, maar ja, ja. ik kan me voorstellen, ja, daar kan je in variëren. Daar kan je natuurlijk ook op positie, et cetera. Ik dacht bijna van ja, misschien is dit voor hardlopers of voor atleten of ook wel interessant. Gewoon, Waarom? Die Waar? trailrunners dan met name. Ja, precies. Want we horen René al zeggen, als je beter in balans loopt, ja. loop je efficiënter. Ja. Is dat waar het zit? Dus als, als ik als hardloper beter leer balanceren, ja. ga ik zuinigen met mijn nou, energie? Volgens mij om. gaat vanuit alle de onze afleveringen over loopstijl, dan zeggen wij, of daar laten de studies ook zien, hè, dat uiteindelijk uh, lopers, mensen streven naar efficiëntie. Ja, zo dus zuinig mogelijk. Zo zuinig mogelijk lopen, dat, dat doe je door te trainen. Alleen daarvoor is wel belangrijk dat jij uh, die vrijheidsgraden ook een beetje allemaal uh, gaat opzoeken. En dus die verschillende prikkels kunt aanbieden. Ja. En dan is dus jij bedoelt, ik vind het best wel uitgeleg, uh, ingewikkeld aangeduid: ja. vrijheidsgraden ja. opzoeken. Je bedoelt eigenlijk dus dat je niet altijd maar op dezelfde ondergrond, Klopt. hetzelfde rondje, dezelfde. Ja context aanbiedt. Dus dan is het uh, af en toe in het veld gaan lopen of door de bossen heen of op de bospaadjes. Keer snel, keer hard, is keer achteruit, keer vooruit. Hoort er allemaal ja, bij. Ja. Alleen dan gaan mensen zeggen, ja, oké, okay, maar ik wil niet dat ik meteen uh, te ver uh, over de grens ga en dus daadwerkelijk mijn enkel verzwik mm -hmm. of iets dergelijks. Mm -hmm. En op deze manier kun je het veel gecontroleerder natuurlijk aanbieden. Dus het gaat om variatie in prikkels. Ja. Alleen wel op een manier waar je denkt ja, daar kan het lichaam van leren. Dan weet hij de volgende keer, ah, hier kan ik mee omgaan, hier ga ik efficiënter van lopen. Ja. Zonder dat jij uh, ja, echt over de schreef gaat, zullen we ja, zeggen. Ja, ja. ik ken het heel erg. vertelde laatst tegen iemand, ik train al jaren He, die eerste marathonjaren ging ik vrij hard trainen. Allemaal op de weg, kreeg ik meteen overal pijn. Dus ik train eigenlijk vrijwel alles onverhard. En inderdaad hier in de bossen ja. kan. Heb ik, die luxe heb ik. En ik merk dus ook nu dat op dit moment... Volgens mij hebben we het hier wel eens eerder over gehad. Maar als ik, als ik me verstap... He, als ik me zou verzwikken... Mm -hmm. Dan op een of andere manier gaat het soort hypersnel... Het lijkt ja. wel of die enkel of die voet of dat onderbeen... Weet ik veel waar het zit. Maar die neemt dat waar. Ik ga ook wel echt een soort van effe domme enkel... Maar hij trekt hem als het ware meteen weer omhoog. Gooit de balans naar het andere been. En ik, ik ja. loop weer door. Ik ja. heb, niet vaak, maar ik heb wel een aantal keer bejaard dat ik denk: oeh, daar had ik bijna ja, ja. heel erg mijn enkel verzwekt. Maar op een of andere manier trekt hij hem eruit. Ja. Ja, en nou is de vraag, komt dat inderdaad? Uh, doordat jij vaak inderdaad oefent op ja, deze dat manier. dat ik die, die, en die, die onregelmatige lichaam... ondergrond tegenkomt? Ja, dat het lichaam denkt, hé, hey, maar deze situatie ken ik. Die hebben we eerder meegemaakt. Ja, Dan lach. weet ik misschien wat ik moet doen. Ik moet snel reageren en uh, corrigeren. Ja. Ja. Hé, hey, we gaan door naar uh, fietsen, wielrennen. Hmm. Hebben we ook veel luisteraars die dat graag doen. Onder andere wij zelf. En uh, dus zo'n Masters of Movement avond heeft naast altijd Gregory Sedok, René Vormhout of Geert Zavelsberg. En een bekende wetenschapper, in dit geval Jos de Koning, ook altijd iemand uit de praktijk, ja. uit het werkveld. Het was in dit geval Martin Truijens. We noemden hem net al even Cycling Class NL. Uh, wat is dat, Jurgen? Cycling Class NL is een, uh, een samenwerksverband tussen de KNWU, de Wielenbond, Visma Leasebike... En en uh, nsf NOS ja. Met als doel om toch uh, ja, de, de doorstroom en de instroom vanuit uh, Nederlandse jeugdwielrennen naar de profploegen. Ja. Naar topwielrennen uiteindelijk. Uh, ja. Um, Weer te stimuleren. Te stimuleren. En ja. in vroegere tijden hadden we natuurlijk uh, uh, met de ploeg die stopte ook heel veel geld destijds in uh, Jeugd het jeugdwielrennen. Ja, dus met ja. het vanaf de dikke banden race, die soms ook nog wel een beetje bestaat. Tot ook juist die, uh, die leeftijdsgroep 15, 16, 17 jaar. Ja, ja dat verdween toen de Rabobank ermee er, er stopte. En um, ja, en dit is ook wel iets wat we continu horen. Ja, leuk dat Visma Lease Bike, fantastische ploeg. Waar zijn de Nederlanders? Ja, waar zijn de Nederlanders? Want dat ja. willen we toch graag terugzien. Nou ja, en dit is een initiatief, denk ik, drie jaar een beetje geleden ja, klopt, opgepikt. Ja. En het leuke natuurlijk, of het unieke is misschien dat Martin komt oorspronkelijk uit het zwemmen. Ja. Is uh, zwemtrainer geweest jarenlang. Ook in, bij uh, grote talenten. Ja. In, en dit uh, Cyclingkansprogramma is voor uh, jongeren tussen de 16 en de 18 in ja. principe bedoeld. Ja. Hè? ja. En dan, dan ga je er aan toe. Hij komt van zwemmen die wielersport in. En daar nam hij iets waar. Wat ik toch ook een beetje herkende. Hij beschreef het mooi. Wat ziet hij? Uh, hij ziet in ieder geval. Uh, ga je richting de warming up? Of dat hij. Ja, dat, dat is typisch wielrennen. Zoals ik het ook natuurlijk doe. Je gaat een rondje fietsen. Nou, Je stapt op die fiets. En uh, je begint. Hè? Nou, hij Zonder zegt gevoor, de warming up. Ja. zag ik. Dat is je bidon vullen, ja. een reep of een jelletje in je zak steken ja. en wegrijden. Ja. Hij zei: Wat is dat nou voor warming-up? Dan ben je toch niet voorbereid op fietsen, dan ja. ben je voorbereid ja. op honger krijgen. Ja. Maar uh, dat is niet wat je ja. gaat doen. Ja. Dus uh, nou ja, dat leidde natuurlijk toe dat ik hem eens ook aan de microfoon vroeg van... Nou oké, okay, Martin, uh, hoe doen jullie dan een betere warming-up? En toen kwam die met een MCA-aanpak. Uh, en uh, nou, die ga ik eens even met hem uitrafelen. Ja, ik denk dat ons programma door de bank genomen ergens tussen de 20 en, uh, en 30 minuten is. Uh, afhankelijk van het soort training dat komen gaat. Uh, en je kan dat zo gek maken als je wil. Kijk, het uiteindelijke doel is dat uh, jonge sporters bewust worden: ik sta op, ik tune in met mijn lijf. Ja. Ik dus voel... de M, mobiliteit, is een vorm van stretch, uh, yoga-achtige dingen... kan ik me voorstellen, of niet? Ja, en, 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 uh, en oefenvormen kunnen rotaties zijn uh, van alles en nog wat... Uh, waarbij je uh, de bewegelijkheid eigenlijk van de wervelkolom uh, test, min of meer. Mm -hmm. um, door dat te doen voordat je dag begint eigenlijk... en, en daarom zeg ik, uh, iedereen kan daar baat bij hebben. Uh, ik, doe dat, ik doe dat thuis uh, af en toe ook met mijn vrouw en mijn kinderen. Ehm... Um, um, ja, voel je van hé hey, ah, vandaag? Loopt dit even stroef en dan kan je daar wellicht iets aan doen? Soms niet mm -hmm. en dan, dan zijn de andere ingrepen nodig, maar heel vaak wel. Ja, dus dat is mobiliteit, coördinatie. Wat, wat doe je? Wat doen jonge wielrenners dan? Wat, wat kunnen we daarvan je leren? Um, ja, ook dat kan vele gezichten hebben. Um, coördinatieve vormen die we, die we doen uh, kunnen bijvoorbeeld. Um, ja, het is dan gelinkt aan stabiliteit, uh, planking vormen bij een tijdrit moet je best wel uh, uh, strak je houding houden waarbij je bijvoorbeeld een, een, een aantal beenbewegingen probeert de, te introduceren... waardoor je wat disbalans creëert. Dus dat moet de core dan op gaan vangen. Datzelfde kan je met de, met de armen doen bijvoorbeeld. Uh, dus dan, ja, dan vraag je iets van het coördinatievermogen. Vraag je iets van eigenlijk de, de corebalans. Um, zo probeer je ze een beetje uit te dagen aan de oefeningen. En dan die activatie, dat is gewoon even hoog hoogintensief touwtjespringen of zo? Nou, ook dat kan, dat, dat kan een sprongvorm zijn, dat kan een reactie. Actiespelletjes zijn dat kan, um, ja, dat kan van alles zijn. Ja, jeugd, dat klonk mij toch vrij radicaal vernieuwend in de oren: 20 uh, tot 30 nou, minuten warming up voordat je gaat wielrennen, maar je ook. <laughs> en, uh, maar, dit is denk ik wel uh, 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 ja, een beetje de kern ook van uh, dit initiatief. Want uh, die wielrenners blijven gewoon bij hun vereniging ook fietsen. Ja. Dus ze hebben niet zoiets: ja, we gaan ze allemaal wegplukken en we stoppen ze in Papendal of noem maar op. Maar we gaan kinderen bewust maken van het feit: van als jij ooit naar de top wil. Nou, dan kun je er hier achter komen of dat bij jou past. En, en ga maar een beetje leren en denken als een topsporter. Ja, daar hoort een, een gedegen warming up bij. In ieder geval ook ja, je echt uh, klaarmaken voor die training, dat je hem zo goed mogelijk kan uitvoeren. Ja, met als doel, en dat zei ik net eigenlijk in de inleiding van deze vraag, dus ook niet: om bijvoorbeeld bij Wielrenners uh, onderrugklachten. Ja. Die daar veel voorkomen. En dan is de gemiddelde middle-aged oh, ja, ik... herkent ja. dat ook. Ja. ja, daarom begint hij dus ook met die mobiliteit. Hè? met ja. Die M, ja, maak dan die weer eerst maar eens een beetje los. En Voel maar eens waar het zit. Ja. Voordat je op dat zadel stapt. Ja, in plaats van gewoon accepteren: ja, dat hoort nou helemaal bij fietsen. Want, <laughs> ja, zo gebeurt dat, zie, het dat hoort nog, dus ja. niet bij fietsen. Nee, nee daar komen we achter. Ik uh, sprak deze week ook nog in maar Jij doet ook graag een tennis, toch? Jazeker. Uh, ik stond met een luisteraar te praten, die verwonderde zich ook op een tennisbaan. Uh, Exclusieve sport. Draaien, keren, sprinten. Zie je daar vaak mensen eerst eens even rustig tien rondjes om de baan rennen? Nee, heel weinig. Klopt. Nee, toch? Die zei ook: die komen nee, aanlopen, die gaan de partij staan stretchen met koude spieren. Dat slaat helemaal nergens ja, op. Ja. En dan vragen ze zich af of er zoveel zweepslagen zijn. Ja, nou ja, dat, uh, goed punt, denk ik. Ja. We gaan ook de cultuur op de tennisbaan veranderen. Maar we blijven even bij het wielrennen. Ja. Want uh, Martin, die liet zich uh, op het podium al ontvallen. Die zei: Ja, ik kwam nu wielersport in en ik heb me echt verbaasd over het adaptief vermogen. Met name ook voor wielrenners die echt in koers zitten. En daar bedoelt je met, ja, het aanpassingsvermogen dus in de kop. Maar daarmee ook in het lijf en daarmee in het, in het hele systeem. Nou, dat vond ik wel boeiend. Dus ik heb me eens naar gevraagd. Ik zeg: uh, wat heb je dan gezien? Het is een wat langer fragment, want ik, ik raakte ook begeisterd. En dan gaan we het ook hebben over wat je eraan zou kunnen doen. Dat is echt wel in de afgelopen drie jaar mijn kennismaking met deze sport. Er wordt echt heel veel gevraagd van, van sporters. Uh, niet alleen in trainingsarbeid, voedingsdiscipline, um, discipline in, in het algemeen. Maar ook, ook op dat adaptie, adaptief vermogen. En dat zit hem eigenlijk met name in een koers: gaat bijna nooit zoals je van tevoren hebt bedacht. En dat, dat, dat kan heel veel gezichten hebben. Dat kan zijn uh, weersomstandigheden die ineens veranderen. Dat kan zijn. Uh, um materiaalpech, uh, dat kan zijn een valpartij, uh, dat kan zijn tegenstanders die hele andere dingen doen dan je van tevoren had bedacht. Dus je moet eigenlijk continu met elkaar, met jouw ploeg, oplossingen verzinnen. Ja. Om uiteindelijk in de, in, de, in de winning positie te blijven, om het verschil te maken. Dus dat vraagt echt veel van, van een sporter. Ja, en wat, wat doen jullie in het programma om ze specifiek dat te leren? Want dat hoef je niet per se altijd alleen maar in de koers te leren, toch? Ik bedoel, ervaring ja. opdoen is één ding. Ja. Maar kun je dat nog op meerdere manieren trainen? Ik, ik denk dat dat kan. Uh, ik denk ook dat dat op dit moment uh, uh, te weinig gebeurt. Wij zijn vorig jaar een, uh, een leerlijn-techniek-tactiek uh, uh, gestart. Waarin we uh, dit, aan dit onderwerp raakten, zeg maar. uh, deden we met uh, Danny Neles en uh, Roxane Kneteman. Dus uh, echt ervaringsdeskundigen uit de praktijk, die de afgelopen jaren hun kennis en kunde via analyses bij NOS uh, de wereld in hebben geholpen. Nou, leken ons de ideale mensen om uh, de jonge sporters mee te nemen. Dat was ook super leuk. is dus eigenlijk om uh, ja, te laten zien hoe uh, bepaalde tactieken. Technische vaardigheden vereisen. En uh, kwaliteiten van sporters vereisen en hoe je dat in een plan kan uh, verwerken. Ja, ik denk dat je, dat, dat is mijn doel voor dit seizoen. Uh, om dat te vertalen, echt naar een trainingsprogramma, waarbij je dat soort dingen ook gaat leren. Feit is wel dat voor sommige dingen heb je gewoon een peloton nodig. Ja, ja en tegelijkertijd, als je zegt, het vereist vooral mentaal. Adaptatievermogen en we zitten hier bij ASM en we hebben het over transfers of learning en concept en al ja. die transfers. Dan denk ik, dit is nou iets wat je Zeker. heel goed Kijk, naast de fiets kan leren? Uh, bijvoorbeeld, hè, als jij een, 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 een database hebt met uh, uh, allemaal lead-outs van ploegen, uh, door dat te bestuderen, te visualiseren en dat weer mee te nemen naar, naar je oefenmoment op de fiets. Ah, ik denk dat je daar nooit slechter van gaat worden. En zo kan je meer situaties bedenken. En bijvoorbeeld het, uh, het creëren van een waaier in koers. Het, het, uh, hoe creëer je een waaier? En stel je wordt uit een waaier gedrukt. Hoe zorg je dan dat je in de volgende waaier komt? Uh, ja, dat zijn allemaal dingen waar, waar videobeelden, visualisatie bij kan helpen. Um, Positioneren in een sprint. Dat moet je ervaren, maar beeldmateriaal kan je ook zeker een rijkere leeromgeving bieden. En zo kan je dat volgens mij op heel veel situaties. Hoe neem ik een rotonde? Hoe neem ik een vluchthuivel? Weet ik veel. Je kan van alles bedenken. Uh, wat honderdduizenden keren in beeld wordt gebracht. Ieder jaar in alle wielerkoersen. Uh, maar waar we eigenlijk vrij weinig gebruik van maken. Ik denk dat we daar in onze opleiding uh, ja, mensen echt een, een voordeel mee kunnen geven. Ja, en nu trigger je een andere gedachte. Want nieuw in de wielersport laatste jaar is natuurlijk ook het virtuele racen. Zou je daar niet ook heel goed in een vrij veilige omgeving koerstactieken en dynamieken kunnen trainen? Uh, ja, ik weet niet of, uh, of die software er al is, zoals dat in de Formule 1 is. Hè? Maar dat zou natuurlijk geniaal zijn dat jij. Uh, ja, maar ik bedoel nu ook letterlijk gewoon even een, een pelotonrace op Swift. Dat doe ik zelf als amateur ook wel zo mee. Dat heeft in mijn beleving al allerlei koersdynamiek in zich. En keuzemomenten. Het enige wat je niet hebt, is teamgenoten waar het samenwerken mee omhoog komt. Nou, ik denk in de toekomst als dat wat verfijnder... want ik zit dan ook te denken aan uh, bijvoorbeeld het oefenen van een afdaling. En als jij dus op jouw home trainer een stuurfout maakt... dat je ook gewoon valt, weet je, dat soort dingen. Um, ja, maar dat, dat hoort dan wel bij de leren. Ja, je ervaring. vindt het moet realistisch. Ja, ja, dat moet wel pijn doen. Dan ga je leren, toch? <laughs> ja, 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 je hoeft niet van die fiets te vallen. Oh, maar, dat niet. Maar wel virtueel. Van het uh, ja, ja van het, de, de, net als zo'n... Uh, ja. Ik speel geen computerspelletjes... maar wat ik mij kan herinneren van mijn leeftijdsgenootjes... Die zo'n zo autorace spelletje deden, dat ze ook echt in de bandenstapel kwamen en weer opnieuw moesten opstarten. Ja. Dus dat ja, jouw afdaling, je wordt bestraft in tijd of wat dan ook. Of ja, de crash is zo hard, je fiets is kapot, je kan niet meer verder. We, dat, dat, dat moet je wel meenemen in die ervaring. Denk maar waar ik het meest verbaasd op ben, jij zegt in de huidige top junioren, of in ieder geval bij cycling Test, is dit geen ding en onderwerp. Want jij, Ik het, snap het is, dat jij niet meer game, maar ik kan me voorstellen, die gasten van 16 ja, tot 18 nee, wel nee, natuurlijk. Nee, nee, maar, het, het maar niet is, wielergames dus. Nee, ja, voor zover ik weet zijn die er niet op dat niveau. Uh, maar dat, dat, ja, we praten hierover omdat we erover nadenken. En het is zeker ook iets waar wij over nadenken. Alleen ja, je zou uh, iemand moeten hebben die, uh, die daarin wil investeren, die dat soort spelletjes wil gaan maken. Maar ik denk zeker dat dat waardevolle ervaringen kunnen zijn. Ja, dan komt hij weer aan de grond, hè? Want dan ja, hebben we het opeens weer over balans. En dan hebben we hier een, een coach, trainer die een onzekerheid uit zijn mandje deelt. Ja. Dus uh, Jos, ja. uh, of een <laughs> luisteraar. Als iemand op de hoogte is van dit soort software, gaming, simulatie in de wielersport. Martin hoort er graag van. Dus, uh... Ja, ze worden wel steeds beter. Jij, jij ervaart dat op het uh, ja, ene platform bijvoorbeeld. Ja, Misschien is mijn armoede dat ik nooit echt in een koers heb gezeten. Ja. Dus niet kan beoordelen dat, dat de ervaring uh, nou ja, niet zo realistisch is. jouw fiets is. die staat nu nog muurvast eigenlijk toch. Ja, maar ja. je hebt natuurlijk ook al platforms waar je je fiets op zet. En die meebewegen dat ja, je, echt je stuurt. En je hebt ook al nieuwe uh, controles dat je ook balanceert. in die uh, virtuele ja. Zwift wereld moet gaan sturen. Ja. Dus dat, het wordt al heel snel ja. heel veel realistischer. Nee, maar ik vind, uh, nou ja, wat wel duidelijk naar voren komt: uh, fietsen wordt, werd misschien vaak gezien als een best wel eenvoudige, uh, simpele sport. Een kwestie van gewoon lomp trappen ja en uh, ja dat is ook zo misschien als je een, uh, voor het urecore gaat terwijl ja. dat in de praktijk ook wel anders uh, ja daar dus zou je een heel boek over uh, vol ja. kunnen schrijven toch ja. maar dit is wel wat hij schrijft met van hoe complex het kan zijn en uh, ja dat dat elke koers weer anders verloopt dan je van tevoren bedenkt en de Mogelijke rol, of ja, de, wat je kan helpen, is die videobeelden. Ja, dat doet me denken aan. Jij hebt het plan wel of niet gelezen? Van over de. Ik heb er jouw... veel over gehoord. Ja. Dat me... nou ja, dat is dus een van die. Uh, Aspecten waar. Uh, Even toch uh, voor de luisteraars die het vermisten. Het plan is een boek over het succes van de ja. toen nog Jumbo-visma-ploeg. En andere die drie grote ronden En vonden. drie jaar lang gevolgd. En nou, zei dus ze uh, op een gegeven moment: denken ze, ja, wij huren uh, video-analysten in. eigenlijk mensen helemaal buiten het wielrennen. maar die alleen maar goed zijn in het. Uh, ja, bekijken uh, uh, van. van dus, uh, koersen. Ja. Op uh, aan de hand van beelden. Nou. Ga maar aanstaan. Dat is gewoon zes, zes uur uh, aan video. Ja. En dan elk, elk moment waarop er iets gebeurt, eruit pikken, en daar ja, op de dusdanige manier ja, uh, uh, analyseren en, en iets uithalen. Waardoor je dat kan voorleggen uiteindelijk aan renners. Ja. Waardoor ze op een, een eenvoudige manier de belangrijkste informatie meekrijgen. En daar dus uiteindelijk van kunnen leren in hun eigen koersen of dat meenemen naar. Ja. Ja, maar dat hebben... is wel heel vernieuwend. Daar is er natuurlijk nooit over nee, na. Ja, die videoanalyse is, uh... is vernieuwend. Maar we hebben het al hier in de podcast heel vaak gehad. Ook als we wat praktischer worden. Hoe bereid je je voor op ja. je marathon? Hoe bereid je je voor op je triathlon? Visualiseren, Visualiseren ja. van alle mogelijke scenario's. Ja, klopt. Is ja. echt een hele goede voorbereiding. Ja. En dan ga ik weer even terug naar Roumont Daar moesten wij racen als duo's. Twee keer met een duo, een klein rondje. Toen hebben we dus ook onderweg ook allerlei scenario's besproken. Ja, wat doen we eigenlijk als iemand ja. lekker rijdt? Ja. Is het dan over? Of ga je dan ja, ja. doorlopen? Of ga je. Oh ja, wacht even. Dat is heel lekker om al die scenario's al een keer met elkaar door te ja. spreken. En ook af te spreken. Nee, nee, nee. We gaan sowieso door. Want niet finishen is sowieso gediscussieerd. Ja. Ja. Langzaam finishen ja. is misschien nog een plekje winst. Nou, ja. dat soort. Aspecten wat doe ik als ik uh, lek ga, wat doe ik als mijn schoen veten los is? Ja, wat doe ik dat als doe ik, je, ja. ja, precies ja. ja, maar dat is denk ik voor een 16-jarige wielrenner uh, op dat moment die denkt: Nou ja, ik, uh, ik fiets gewoon lekker en lekker trappen. Die zal zeggen, dus ja, zover is hij vaak nog niet. Dus de. de ja, mooi is dat dat in dit programma. Zo'n initiatief komt. van Cycling Klaas en L is natuurlijk wel uh, een goede daarin. We gaan terug naar het hardlopen en de atletiek. Want uh, als je Gregory Sudok bij je hebt, we hebben het allemaal weer deze hele zomer op tv kunnen zien als analist. Als je hem een beetje bevlogen kan krijgen over horden en, en atletiek. Ja, dan heb je Gregory op zijn best. Dus. Um, ik heb aan Gregory gevraagd, ja, je luistert hier nou deze hele middag en avond over balans. Je bent natuurlijk zelf niet meer actief atleet, maar laten we eens een gedachte-experiment doen. Als je nou teruggaat naar je tijd als atleet, met alle kennis die je nu opdoet, wat zou je dan veranderen? Ik denk met name de trainingen aanpassen, omdat je altijd loopt op één been. Je loopt niet op twee benen. Je gebruikt twee benen, maar je loopt op één been. Dus ik denk dat ik daarin heel veel dingen anders zou doen. Er zijn wel eens een keer een, een psycholoog, jaren geleden, een beetje een aparte man was dat. En die zei, waarom, uh, hoeveel stappen doe je bijvoorbeeld op de 100 meter? Nou, laat dat er uh, 40 zijn. Um, dan loop je dus 20 passen op, op één been. Want dat is wat je doet. Dus waarom zou je niet veertig passen, uh, trainen of op één been hinken en dat soort dingen? Toen heb ik verschrikkelijk hard gelachen. Nou, dit zijn eigenlijk wel hele... Ja, je zou zeggen, het is alweer uh, net zoals dat we uh, vroeger uh, uh, ook in het leger werden we, waren we met boomstammen aan het sjouwen en dan werd ook op uitgelachen en nu hebben we allemaal bootcamp training en dan dus doen we eigenlijk precies hetzelfde. Dus dat, dat is nu ook met, met deze theorie, dat, dat, dat wat ik anders zou doen, is daadwerkelijk voortbeduren op misschien de kennis die er al was, dat serieuzer nemen en dat verder ontwikkelen. Dus als atleten, hoorde uh, lopers, sprinters, marathonlopers, we moeten gewoon wat meer op één been gaan trainen. Hinkelen, nou ja. balansoefeningen. Bijvoorbeeld, ja. En het klinkt misschien heel gek... en dan wordt keihard om gelachen. Maar uh, denk er maar eens uh, over na. En nu is het... dat moet allemaal ik wel wetenschappelijk. Denk er maar eens over na... hoe vaak jij in jouw sport op één been staat. Op één been staat. Natuurlijk nou nou ja. eigenlijk de hele tijd. Altijd. Want je vliegt. Of je staat op één been. Of je staat op één been. Je staat bijna nooit op twee benen. Zeker niet in de atletiek. Dus dat is wel één ding... wat ik nu zou meenemen... en veranderen in mijn training. Ja, Jurgen, dat is pas uh, denken veranderen. Hardlopen doe je met één been. Ja, en euh, nou ja, daar is dus zo'n sessie uh, hartstikke belangrijk voor voor vrijdagmiddag. Dat je uh, eens nadenkt en uh, zoals Gregory weggaat met een uh, idee van. hé, hey, dit ga ik anders doen. Of ja, dit wil ik en daar kan doen. ik dus uh, extra input op balans gaan stoppen. Ja, hoe doe je dat dan? Ja. Er is nog een component in zo'n Masters of movement bijeenkomst. En dat is altijd deel 3. Mm -hmm. Nadat we lekker gegeten hebben. En we een tweede inhoudelijk deel. Dan een derde deel. De zaal in. De ja. zaal in met ASM. Dan mag ik altijd. En dat mag jij om, altijd doen. Dat dan, dan, dan sta ik in. die ja. fragmenten op te ja. nemen met die hoofdrolspelers. <laughs> en uh, nou, ik heb voor de kijkers op YouTube een foto meegenomen. Want Jurgen, wat heb jij in de gymzaal gedaan? Wat zien we hier? Ik sta daar op een, uh, een skateboard. Ja, ja ik en je Ik ben niet de enige. Er ik, lagen daar wel uh, 40 ja, skateboards ik in die zaal. Ik dacht dat ik wel soepel op zou staan. Maar uh, <laughs> we hebben. Skateboard, inderdaad, Ja. Ge skate. Ja. ASM-instructeur Cas Adrigums ja. mocht dit de deel verzorgen. Hij is zelf ook skaten. En, en wat gingen jullie doen? Ja, ik vond het natuurlijk van tevoren heel spannend. Ik denk, ik ben trouwens, uh, ik moest wel even terug, ooit was ik ook een skater op mijn twaalfjarige geleden. Met lang haar en een ketting aan je portemonnee. Nee, dat niet, <laughs> nee, niet dat kan ik me niet herinneren. Maar dus op zich had ik niet meteen uh, angst voor. Ik denk, oh, maar het is uh, ja wel heel lang geleden. Nee, hij had heel, uh, heel rustige opbouw eigenlijk. Want dat was natuurlijk mensen die, die deinsden een beetje terug van, oh jee, ja, maar. Nou, maar nu uh, kun je echt vallen. Ja, toch? Als je wieltjes Ik staan. moet volgende week weer les geven of ja. moet dit. Ik heb ja. een, uh, ja. Uh, maar de manier waarop de opbouw was gewoon echt uh, ja, heel, heel rustig en gelijkmatig. Eerst gewoon een simpel opstap. Ja. Van, met links, met rechts. Ik moest en, meteen aan het beeld van Jan Peter Balkende denken, ja. die daarom ja. is. Nou ja, precies. Want dat is de neiging. Je denkt meteen, nou, ik ga erop. En, denk, uh, ik, en ik, een skateboard moet uh, rijden. Ja. Dat is het, Maar ja, dat, dat hoeft helemaal niet. Je kan gewoon op, op de plaats, kan je hem prima gebruiken. Ja. Om uh, te balanceren. En dat is eigenlijk zoals. Uh, nou ja. Wat er, wat er ook gebeurde, eerst je blijft gewoon staan op je skateboard. Op een gegeven moment uh, iemand gooit een balletje naar je toe, probeert dus, nou ja, uh, dus je, je vergeet dat je op een skateboard exact, staat. Ik een soort dubbele balans, ja. want je moet en balanceren op het uh, bord en een, vangen. Uh, er wordt een stok op je geprikt die moet je ontwijken <laughs> en dus je staat eigenlijk op een instabiele ondergrond. Um, en later werd het ja, steeds iets, uh, iets spannender. Ja. Uh, kwam je in beweging zelf een beetje door uh, te verschuiven, je benen natuurlijk op de boord. De, de voorkant omhoog te wippen. En vice versa. Daarna, je, je deed dat samen met iemand. Die duwde je een kant op. Nou, moest jij maar daarop reageren. En zorgen dat dat bord. Dat je er niet afgeduwd gaan. werd. Ja, ja, ja. Kwam je andere mensen in de zaal tegen. Ja, die moest je wel ontwijken. Leuk. Uh, op een gegeven moment. Ja, moest je ook een beetje. Uh, ja, kwam, kwam die andere persoon met een stok waar je onderdoor moest. Nou, Jurgen, en wat, heb je, wat heb je geleerd over jouw balans in deze oefening? Mm -hmm. Ja. Ja. Uh, dat dit een hele goede manier is om die balans te oefenen. Nou, ik het gekke is, een paar dingen die kon ik nog van vroeger, dus dat simpele vanuit stand een beetje tak, tak, tak en dan op gang komen. Ja. Maar bij andere dingen dacht ik helemaal hier, waarom ben je toch onzeker hier <laughs> of uh, ja, waarom? Uh, en wat deed dat met je? Nou, meer een uit. Ik kwam thuis en ik zei: uh, ik ga mijn skateboard weer eens opzoeken, want ik ga het uh, wat is vaker oefenen. Want ja. het, uh, het is wel leuk. Nee, eigenlijk is uh, het is toch wel gewoon: het, uh, het doen is één en het andere is gewoon die druk. Die, die kan simpel de, de verdeling van druk op zo'n board, waardoor je eigenlijk kan sturen en, uh, en balanceren. dat. Ja, dat dacht ik van, ah, zo moeilijk is het niet, maar je moet het wel doen. Je moet dat dus gewoon uh, trainen. Ja, ja, je moet het aangaan. Ik, uh, ik breng me weer even terug bij René Wormhout, want ik was ook nieuwsgierig. Is er nou een manier om een beetje achter te komen waar je staat mm -hmm. op het gebied van balans, coördinatie, algemene bewegelijkheid? Is daar een test voor of zo? Er zijn uh, onderzoeksgegevens over. Wij, wij hebben, tenminste, ik heb in het verleden een bewegingsbaan uh, of een beweegbaan gedaan. En ik kwam erachter dat de betere bewegers sneller over die beweegbaan gingen. Dat hebben we gemeten en toen bleek dat de snellere beweger uh, ook een betere beweger is op het oog. Kortom, je kan het dus ook gewoon zien mm -hmm. op het veld, in de zaal en langs de baan. En uh, je kan het dus ook een beetje testen met een beweegbaantje. Dus toen liep ik meteen naar Jork. Want ASM is natuurlijk 19 oktober van de partij. Ze zijn een van de drie deelprogramma's in de middag met ASM de gymzaal in. Ik zei, Jorik, kan jij niet zorgen dat we dan 19 oktober in de zaal... ook een soort beweegbaantje hebben waar we dit even konden testen? Hij zei niet meteen ja, maar hij ging erover nadenken. Okay, leuk. En dat ben me bij een vast onderdeel in, uh, in onze uitzendingen. Het is natuurlijk... Uh, uh, iedereen is welkom hoor, 19 ja. oktober. Je moet even een ticket bestellen ja, ga op aanmelden.nl slash slimmerpodcast. En je ontmoet daar natuurlijk heel veel andere vrienden van de show. Ja. En dat leek me een goede plek om even een aantal uh, mensen een shout-out te geven. Die de afgelopen weken en maanden shout-out van de show geworden zijn. Luister eens even mee of je een naam kent. Ken jij bijvoorbeeld een Matthijs? Ja, de, je, je, hoeft je, je hoeft je achternaam er niet bij te zetten. Maar Bert van der Ark deed het wel, met vrienden van de show. Jan Ijsen De Haan werd het ook. Luc van Wezel werd het. Nathan Traas werd het. Harry werd het. Die gaat volgens mij meelopen in Eindhoven. In de Marathon van de okay. Eindhoven volgende week. Uh, of over twee weken. En uh, Vincent Bijk. Die ik. werd het ook. En uh, die werd het onderhouden. Omdat hij graag mee wou zwemmen. In Zeist natuurlijk op maandagavond. Ja. Um, we gaan langzaam afronden. We horen nog een keer Jos. We horen nog een keer Gregory. En we horen nog een keer uh, René. Even overal. Uitzoomend. Ik zei tegen Jos. Jij uh, doet hier die oproep. Wetenschappers moeten meer uh, naar de sport toe. Is er in het algemeen nog iets wat je onze luisteraars en specifiek het wetenschappelijke deel van onze luisteraars wil meegeven? Nou, ik kreeg het buitenland de vraag: van hoe krijgen die Nederlanders voor elkaar om zoveel medailles te winnen? En daar heb ik best wel op zitten. Van hoe, hoe, ja, hoe doen we dat eigenlijk? En toen dacht je eigenlijk: als ik de Nederlandse situatie vergelijk met de buitenlandse situatie, is dat de NRC, NSF en de sportbonden, die hebben ervoor gezorgd dat ze heel veel. Embedded scientist hebben. En dat zie je in het buitenland niet zo veel. En waarom zeg ik express embedded scientist? Dus iemand die echt verweven zit in het team. Die jongens en meiden, goed opgeleid allemaal, die hebben die binding met die coach en die sporter. Dus die, die, dat gat is wat minder groot. En als je dat gat minder groot kan maken, dan heb je een grotere kans op transfer van wetenschap, transfer van. Wetenschap of kennis de ene kant uit en vragen de andere kant uit. Dus door blijven gaan met die embedded scientists. Ja. Vond ik te leuk om even mee te nemen, want ja. wie ja. hebben nou allemaal leuke embedded ja. scientists gesproken in seizoen 9. Dat waren bij wij, de judo, ja. bij de turnen, bij het roeien, bij het baanwielrennen. Kortom, ik hoop dat jullie allemaal nog luisteren. En uh, schouderklopje voor jullie. Ja. Dat doen we dus goed, internationaal gezien. Dat zetten we dan maar in de show notes. Hè? Die uh, ja, afleveringen ja, met mooie embedded scientists ja, ja. die we in nou, aanloop naar Parijs hadden. Uh, Gregory blikt ook even terug op de avond en komt toch tot een nieuw extra inzicht. Als we kijken naar de, deze avond, en je, je benoemde het al heel even, eh, balans. He, dat kan veelvuldig naar voren. Of het nou gaat om het schaatsen zelf. Of het nou gaat om. Nou, het is natuurlijk balanceren een van de tien grondvormen van het ASM. Maar ik denk wel dat we op een gegeven moment moeten gaan beseffen dat je ook moet durven. Dus niet alleen maar doen, maar ook durven om wat Martin Truijens ook zei. Laten we bijvoorbeeld een warming-up doen. Een specifieke warming-up op de, op de wedstrijd of op de training die we daadwerkelijk gaan doen. En niet zomaar even een reepje en een bidonnetje pakken. Uh, en dan gaan we maar fietsen zonder enig idee. Dus durf en anders denken, dat is ook wel iets wat ik ja, heb meegekregen. En toen ik dit ho hoorde, Jurgen, ja. zag ik opeens een kans om toch nog één van onze vaste rubrieken ook ja, in de show te gooien. <tie> sneller met slimmer presteren. Wat is één ding waardoor jij sneller gaat met slimmer presteren? Miet, miep, niet. Jullie helpen mij slimmer te presteren, eigenlijk door mij in te laten zien dat het spelenderwijs bewegen, wat ik met uh, Hellas Loopboost, mijn uh, vaste trainingsgroep, uh, wekelijks doe, ontzettend nuttig is voor je ontwikkeling als atleet. Dat wist ik vanuit de eigen trainingsgroep al, maar jullie uh, afleveringen, onder andere met de Massive Movement, laten me nog meer inzien hoe belangrijk dat is en maken mij daar uh, nog uh, gemotiveerder door en daarbij hopelijk een uh, completere atleet. Ja, dan is hij wel heel mooi ut, rond. Het zijpelt overal door. Ja, dat je hoorde ASM trouwens, uh, Ja, ik, ik dacht ja. dat hij zichzelf voorstelde. Maar je hoorde Koen Smiers, uh, onder andere van Hellas in Utrecht. En hij mm. organiseert ook de Duathlon op de Nederrijnse Berg. En uh, betrokken lid in de community. Nou, Koen, de snelle sokken zijn uh, bij deze jouw kant op gestuurd. En ik vind het mooi hoe dan toch ook het Masters of Movement verhaal uh, rondkomt bij onze luisteraars. Die dus ook durven dat te gaan toepassen in hun eigen. Of in ieder geval de ideeën daarachter toe te passen. Je moet natuurlijk eigenlijk officieel ASM-instructeur worden, Koen. Maar je kan het idee van gevarieerd bewegen en spelen natuurlijk al lang toepassen. Ja. En dat uh, sluit dan wel uh, heel mooi aan op een slotwoord wat ik kreeg van René. Nou, ik, ik denk uh, wat je onder andere ziet is dat, dat wij vanuit uh, de ASM-community uh, ja, wel voorlopers zijn als het gaat over. Hoe kan je anders kijken naar bewegen? In de sport, in de zorg en deels ook in het onderwijs. En dat wij met z'n allen ook hier en daar tegen weerstand aanlopen. Ook al kan je het nog zo goed uitleggen. Ook al heb je nog zoveel wetenschappelijke evidentie. Maar ik denk wel wat wij hier met z'n allen gemeen hebben. Is dat we zien dat we ook enorm veel bewerkstelligen. En dat er enorm veel gebeurt in positieve zin. En ja, daar ben ik wel trots op. Ja, hè? En toch Vond ik mooi dat hij, uh, dat hij dat ook zei, want dat is volgens mij aan het gebeuren en ook het uitwaaieren nu. We hebben het al gehad over het ASM-programma voor het basisonderwijs, mm -hmm. wat docenten helpt om uh, bewegend leren en spelend leren in de klas te krijgen. Ik heb Jorik gevraagd om daar 19 oktober ook nog even een kleine update over te geven. Dus iedereen die daarbij is, hoort dat ook nog. Ja, ook voor ouderen, de All Stars heet dat. Exact, dan. Uh, exact. Ja. Dus het wordt opeens toch wel, uh, krijgt een mooie zwieper. Ik ben blij dat we er onderdeel van mogen zijn. Blij dat jij deze aflevering nu helemaal tot het einde hebt uitgekeken of uitgeluisterd. En ik hoop dat je je voordeel mee doet om toch ook spelende wijs wat met balans aan de gang te gaan. We hoorden natuurlijk eerder al de snelle sokken bijdragen... van het tandenpoetsen op één been. Ja. Dat is ook uh, een hele bij. mooie praktische om je balans en je Dan liefst op een skateboard ook nog de volgende keer. <laughs> ja, nou. ja, precies. <laughs> maar uh, we hoorden onlangs nog maar weer... je kan ook lelijk vallen op wieltjes. Dus ik zou zeggen, help je op, polsbeschermertje eraan. Maar ja. ja, om dat nou allemaal aan te trekken voor tandenpoetsen... is misschien <laughs> wat heftig. Jurgen, uh, slotconclusie... Wat ga jij ermee doen? Wat ga ik ermee doen? Nou, ik heb uh, dit weekend uh, een trailrun. De ja. Devil's Trail. Aanstaande zondag. Dus, uh, nou ja, dat is al een leuke uitdaging vanwege. Omdat we door de bossen gaan. En, ja. over de en omhoog. En, en zand. En, uh, ja. en kuilen. Ja. Leuk. Dus, dus, ik ben er ook. Ja. Uh, laatste loopje in voorbereiding op Eindhoven volgende week. Uh, ik moet nog even... Ik twijfel nog steeds, op dit moment nog steeds, of ik nou de 26, waar ik voor ingeschreven sta, rustig nou, ga zondag, doen. Zondag, ja. Ja. Of de 16 kilometer wat 8, meer doorlopen. Ja. Ik weet namelijk niet zeker of ik 26 rustig kan. kan als ja. ik er ah, dan loop je toch gezellig met mij mee. Ja, hè? dat is waar. Ja. Dat is waar. Nou, misschien moeten we dat maar doen. Jacques Gillis loopt ook mee. Ja. Uh, Matthijs Brouwer loopt mee. En uh, diverse ja. vrienden van de show zijn er ook. Dus uh, dat wordt gezellig. Heb ik nog een puntje? Want als je nou maandag in de, 7 buurt, oktober. Ja, in de buurt van Genep bent. Ja. Dan is daar een wielercafé. Uh, want daar komt de C-Mac, volgens mij vrouwenkoers komt daar, Toer komt daar uh, de dag later langs. Ja. Vrouwencafé met Roxane Knederman. Een Vrouwencafé, je bedoelt dat? Uh, uh, nee, nee, wielencafé. <laughs> en het gaat specifiek over vrouwenwielrennen. Ja. Roxane Kneteman uh, is daar We zeker bij, hoor. Ja. En ondertekende mag ook aanschuiven. Niet dus, waar? Uh, ja, zeker. Leuk. Dus ik ga daar mijn licht schijnen over. Uh... We gaan uh, de regio in. Maandag 7 oktober in Gennep. Ja. Hoe laat? Um, ik vermoed ergens half acht. acht Welke locatie? Dat, dat zo zie je ook. Niet, denk oh ik. nee, precies. Zichzelf. Hangen er ook posters van jou natuurlijk aan de lantaarnpalen? Ja. Ga er wel nou, ja. laat ik dat dan nog even droppen op onze socials dit weekend. Uh, en als je denkt, ja, waar vind ik dat dan? Dan moet je even naar Instagram. Daar zijn wij de slimmerpodcast. Daar vind je van iedere aflevering een eigen post. Maar dus ook van dit soort extra nieuwsberichten en aankondigingen. In ieder geval een story. En misschien soms ook een post. Je kan ook naar LinkedIn. Daar zoek je even op Slimmer Presteren. En dan gaan we eigenlijk razendsnel. Wordt het daar gezelliger en leuker en drukker. Dus als je het nog niet gedaan hebt, ga ons daar zeker ook even volgen. Of ga naar onze website: www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je van iedere aflevering een eigen pagina. Die link kun je pakken en die kun je dan rond-whatsappen of ronddelen. Naar andere mensen die ook meer zouden moeten weten van het ASM, van Veelzijdig Bewegen. En alles wat je in deze podcast hoort. Je kunt daaronder ook reacties achterlaten. En je kan daar natuurlijk in de webshop ook jouw eigen snelle sokken bestellen. Als je denkt: ik heb nog geen bijdrage, dus ik wil graag gewoon die sokken ook dragen. Uiteraard zijn ze ook gewoon fysiek te koop. Uh, op 19 oktober in uh, De Binder... op die uh, Laat ik Sofie even een mooie uh, merchandise uh, winkel uh, runnen. En um, dan is het nog uh, één ding... wat ik je moet zeggen. en Dat is dat je ons kan mailen... via post.slimmerpodcast.nl Met al jouw vragen, aanvullingen... tips, suggesties... en uh, nou, wat je maar allemaal aan ons kwijt wil. Dan zeggen we altijd wel de disclaimer. Ik check hem iedere dag. We lezen alles, altijd alles meteen. Maar sommige vragen en mails... vragen dan wat meer aandacht om dat even goed te beantwoorden en dan blijft dat soms iets langer liggen dan ik zou willen zie ik. Maar uh, we komen altijd bij je terug, dus uh, mail ons vooral post@slimmerpodcast.nl. Tot zover, Jurgen. Na nou, je leuk. zwemmen tegenwoordig op maandagavond ja. in Zeist. We hebben slimmer presteren badmutsen inmiddels. Leuk. Dus uh, we moeten maar eens uh, de diepte in. Ja. Op zwemmen of niet? Ja, nee, leuk. Volgende uh, week gaan we het ja. hebben over open water zwemmen. Dat gaan we doen. Aan het eind van iedere aflevering van de Slimmer Pesteren Podcast krijgt van ons nog een luistertip. Een van de afleveringen uit de meer dan 190 afleveringen, waar je nog eens verder kan luisteren. Jurgen, we hadden weer een Masters of Movement verslag. Nou, die zijn ja. er al diverse, dus die kunnen mensen gaan luisteren. Mm -hmm. Op het einde geeft Jos ons een compliment over de, of niet ons, maar ons land, een compliment over de Embedded Scientist. Die kan je gaan Jazeker. luisteren, maar die zijn natuurlijk ja. nog van eerder dit jaar. Ja. Dus die hebben mensen misschien al gehoord. Dus waar zullen we ze nou echt even een verrassing krijgen? Ik zou zeggen, voor juist die luisteraars die denken dat ASM, ASM, wat is dat nou precies? Even uh, terug naar de basis met de grondlegger van uh, een van de grondleggers, Geert Zavelberg. Die hadden we in aflevering 90. En die uh, vertelt ons uh, over ja, hoe hij tot dat idee is gekomen van de ASM. En ons ook vertelde dat we moesten gaan padellen. En dat dat goed voor ons was. Ja, wat wij inmiddels een paar ja, keer gedaan hebben. Hartstikke ja. leuk. Ja, ja, misschien snel binnenkort weer eens doen. Leuk.